mannetjes op vliegenjacht. Zelfde. Vind je het leuk? Nee. Waarom niet? Ik hou niet van vliegen. Tuurlijk wel. Veel te warm voor vliegenjacht. Ja, maar je doet het zelf hoor, ik kan niet. Je komt op die vliegen er, hè? Jij doet het niet. Ja hoor, straks. Misschien straks. Vanavond. Vanavond, als er geen vliegen meer zijn. Hè? Nog één chocolatje. Hey, mag jij je... Ieder handje, hè? Ah. Wauw. Hou maar. Het begint te smelten. Ja. Moet je opeten? Ja. Tuurlijk, dankjewel. Nou, ik ga zo even dus boodschapbriefje maken. Want we willen nog boodschappen doen. Okay. Dus dan moet hij ook nog even weer zo naar huis. Ja. Ook even een boodschapbriefje maken. Ja. En ik ook. Maar in die ene Aldi, oké, het is nou te warm om de auto daar neer te pleuren in de volle zon, maar daar kan je wel zelf je brood snijden. Dat is wel. En qua diktes. Ja. Ja. Dus moeten we even kijken waar we naartoe gaan. Maar we nemen jullie gewoon gezellig mee. Ja. Zeer zeker. Warm geworden en droog. Wat? Theedoek. Ah. Hoofdzoek. Mama Draakje en die komt even polshoogte nemen. En bij de kinderen. Ah, die vlog is ook alweer klaar, zie ik. Gaat goed. Die is alweer voor 3 augustus. Hoi. Nog even naar het wisselen toen ik met die doek aankwam? Ja, volgens mij wel, maar ik kan het terugzien. Ja, zometeen. Wil je het even terugzien dan? Ja, zometeen. Zit klaar met vloggen? Ja, tuurlijk ben ik klaar met vloggen altijd. Als jij het vraagt, ik wel. Oh, lekker. Als jullie weten waarom ik zei lekker. Kijk. Kijk het flesje in mijn nek. Koud water in je nek. Dat is verkoelend. Het is heerlijk. Moet je zelf niet? Nee, dat kan ik. In je nek. Moet ik opdrinken. Oh, heel mooi. Ja. Nou, en we hebben inderdaad eventjes teruggekeken, maar ze gingen inderdaad kwispelen. Ja. Maar als je oversteekt zo met de bel en wel even optillen, jij kan dat doen. Ja. Ze accepteert het wel. Het is een beetje onwendig, maar ze accepteert het wel. Dat dacht ik al. Dan kan ik ook met de bak eten aanzetten. Het is een beetje lastig uit tillen, maar ze accepteert het wel. Als je optil. Hi, Tut. Loe. Kom eens hier. Hé, meisje. Ik zie. Niet? Nee. Kom maar. Loe, kom. Ga je wel liggen dan? Dank je. Nee, je bent lief.
staan is plaats vragen, hè, blijkbaar, hè? Hè? Dik op? Nee, je bent een dik op. Ga niet spelen, het is daar veel te warm voor. Ja. Dus dan zeg ik, moet zometeen sowieso even een boodschapbriefje maken. Hij ook. Dus hij gaat zo even naar huis boodschapbriefje maken. Ja. En ik ook. Ja, lekker op de fiets gaan die wel. Het is warm hier voor jullie, hè. Lady en die ligt daar voor apengapen. Dus zij zit daar. En Loffy die zit daar. Ik weet niet of je het had gezien, maar oké. Ik bedoel, aan het eten hebben of niet? Doe dat maar gewoon thuis. Maar schat, even, wil je even heel even kijken? Als ik, nee, even aan die andere kant. Als ik dus zo draai met mijn camera, zie je dan Loffy? Ja. Ja, goed ook? Ik zie jou tot hier en Loffy tot de gordijnen. Raakje staat er, het nieuws is weg. Nu is het erop, ja. Oké. Dankjewel. Goedemiddag. Mag ik vragen waar we staan?
Wij staan nu in de Jumbo Food Mart, hier zo op de prachtige banketafdeling. Ja. En wat is jouw functie hier allemaal in? Ja, ik doe alle twee eigenlijk, bakkerij en banket. Ja. Help vooral een beetje. En vind je dat ook leuk? Dat vind ik super leuk, ja. Oké, okay. En hoe lang doe je dit al? Iets langer dan een half jaartje. Bijna een jaartje. Oké, oké. En is dit jouw stage of gewoon je werk? Dat is gewoon mijn bijbaantje. Oké, dat is netjes. Ja. Lekker. Dus je wil hier wel gewoon blijven werken? Ja, ja. Ik ben echt mooi. Opbouwen, ja. En vind je het ook een hele verandering qua de hele verbouwing? Of heb je die andere winkel nog niet nooit meegemaakt? Ik heb de andere winkel meegemaakt. En vergeleken met deze, het is veel groter. Veel nieuwe dingen. Veel leren en zo. Mm-hmm. Dus het was een hele leuke experience om mee te maken. Oké. Heb je ook wat voor mij om te proeven? Zullen we daar ook mee beginnen? Wil je dan even de camera vasthouden, schat? Ik mag geen dingen met in het melk erin. Ja. Die is weggelopen. Ik ga dan wel even zelf kijken. Dingen met geen melk. Ja, geen melk. Ja, je mag wat aan mijn hulp opzetten. Ja, dat ook. Ja, natuurlijk. Ik heb een hele lekkere. Oh, een hele lekkere. En dat is deze. Oké. Ja, tuurlijk. Altijd. Dan ga ik hier dus vaker proeven, hè? Kijk eens, en het wordt ook heel netjes met een tangetje gegeven. Ja. Heel hygiënisch en ook handschoentjes. Dan wordt het op. Lekker. En hoe smaakt het? Nootjes. Nootjes. Wat zijn er volgens mij? Pistachenootjes? Ja. Oh? Ja. En cranberry. Kijk. Maar het is lekker. Ja, dat is mooi. Ik zou de mensen te aanraden, als je hier dus naar de mol of de mol of de Netbest gaan, ze gaan er naar de Jumbo, ga even hier langs en wat je hebt ze hele allemaal. Mooie, lekkere chocolaatjes. Een heleboel. Verschillende soorten. Maten. Op kleur gesorteerd, op smaak gesorteerd. Nou, dat mag jij wel. Ik wil je graag bedanken voor je kleine, maar korte en krachtige interview. En wie weet tot de volgende keer. Zeker wel. Oké, okay. Hey, doei doei! En omdat het zo warm is, gaan we in de algemene schoenen gaan spelen. Kom aan, kom. Hey. Goed zo. Haha. Hi, Dikkie. Los. Goed zo. Ja, los. Goed zo. Oh, je hebt hem alweer kapot ook. Of niet? Nee? Kop. Los. Los. Goed zo. Los. Goed zo. Nou, we zijn weer thuis. Roos eventjes naar huis om daar
zijn spullen eventjes op te bergen. Ik heb het al hier gedaan in de schuur. En ik heb nu ook de ventilator aan, want het is hier niet te hard. Het is hier 32 graden. Dus ik ben er even klaar mee met die warmte. En de hondjes ook. Dan maar even overal haar wat overal vliegt en alles. Dan maar. Maar ik ga nu eventjes zorgen voor de hondjes en ook voor mezelf. Ja, en ook al zal dat ding de hele nacht hier aan blijven, dat maakt me ook nog niet uit. Als ik daarmee de... En de koelte hier in huis kan halen, dan doe ik dat. Kijk er dan. Dat is leuk. Hey. Lekker hè. Verkoeling hè, meisje. Ja. Nou, die gaat lekker drinken en ik ga even lekker bijkomen. En ga ik nog eventjes ook mijn moeder denk ik bellen en even Ro ook. Ja. Dan gaan we zo lekker eten. Gehaktballetjes in satésaus. En nog wat andere lekkere dingen. Zo'n kuipje met ragout en van die heerlijke aardappelrondjes met, hoe heet dat? Aardappelpuree erin. En nee, het is geen aardappelkroketjes. Maar Rodi zocht er al 15 jaar naar en ik vind hem zo. Dus ja, dat is toch wel weer een hele, ja, kan ik het zeggen? Toch weer een eer dat ik het weer vind. Ja, en dit moet ik even opruimen, wat hier achter me ligt. Want dat lag dus eigenlijk normaal niet op dat kastje waar de fanduf nu op staat. Dus... jammer dan. En dan vindt iemand mij leuk om even mij te wassen. Je oogjes een beetje vies vent. Dus hier. Nee. Je oogjes even een beetje vies. Kom. Spit. Nee, spit, kom eens hier. Haha, ik heb hem wel weg. Kijk eens. Ja. Nou heb jij weer een mooi schoon oogje. Kijk hier. Ach ja, komt wel weer goed. Ik wil geen gele Jim voor de deur hebben. Ga weg. Kom voor de gele Jim. Dat is een uitvinding event. Dat is lekker hè. Dat is lekker.
dan. Het is ook warm ook voor jullie. Oké. Kom kijken dan. Dan gaan we zo meteen even eten maken voor de hondjes. Het is hier beter als buiten, dat weet ik wel, mensen. Het is hier een heel stuk beter. Maar kijk er dan. Blue komt eraan. Ja. Oh, hij is nog ingezoomd. Ja, die mag jij kapot maken. Ja, mag. Moeten we morgen wel even pas na 1:30 weggaan, hè? Of pas gewoon weer in de avond. Dat is ook prima. Goed zo, meisje. Het is ook warm, hè? Ja, het is warm, hè, meiden. Dit is ook geen weer voor jullie. Nee.